Leerlingen in de onderbouw moeten 1040 uren onderwijs per jaar krijgen. In de bovenbouw is dat 1000 uur. Volgens de inspectie van onderwijs hadden vorig jaar slechts 1 op de 15 scholen die urennorm. Om scholen te verplichten de norm wel te halen, heeft de minister boetes opgelegd. Scholen die ver onder de verplichte urennorm zitten, worden gestraft. Zo moet het Maartenscollege in Haren ruim 50.000 euro betalen. We hebben natuurlijk in juni vorig jaar, of juni 2006, hebben we een inspectiebezoek gehad. En vervolgens krijg je te horen dat je onvoldoende tijd maakt. Net zoals 95% van andere scholen. En vervolgens komt er een brief dat je een boete dreigt te krijgen. Dus ja, puinhoop. Ook het Willem Lodewijk Gymnasium in de stad ontloopt de straf niet. Ondanks dat de school te weinig les zou geven, is het onderwijs wel goed. Het Willem Lodewijk Gymnasium werd vorig jaar door de inspectie nog gekwalificeerd als excellent. En dat is bijzonder. Daar waren er maar 2 van in heel Nederland. Dus dat is niet zozeer het probleem. Het punt is wel dat wij, net als alle andere scholen, ons aan de norm moeten houden. En ik kan niet anders dan toegeven dat we dat niet doen. Eind november gingen scholieren nog massaal de straat op om te protesteren tegen de 1040-urennorm. En ook de scholen hebben dus moeite om de norm te handhaven. Het Maartenscollege stelt dan ook een versoepeling voor. Het feit dat 95% van de scholen er zich niet aan kan houden, dat doet er niet toe. Kijk, als ik vroeger docent was, ik stond voor de klas en ik gaf een proefwerk en 95% is onvoldoende, dan ging je toch iets doen aan de norm. Dan zeg ik, nou, dan moet de norm misschien omlaag, want toch zo 60-70% moeten we voldoende kunnen halen. Nou, dat is ook iets, ik denk, ja, waar zijn we mee bezig? Dus jammer. Wordt kwantiteit boven kwaliteit gesteld door het huidige kabinet? Als je het zo zwart-wit zegt, denk ik ja. Want de kwaliteit gaat niet omhoog door meer uren te geven. Het is natuurlijk wel een relatie, maar het is niet zo dat je zegt van nou god, we maken 1040 klokuren nu. En nu scoren we nog meer dan voldoende. Nu worden we excellent. Dat heeft te maken met de interactie tussen docenten en leerlingen. En het onderwijsprogramma, niet stomweg de lessen. Beide scholen hebben inmiddels bezwaar aangetekend. En als dat wordt afgewezen, gaan ze in hoger beroep.